Mensen, salam alaikum. 2 weken geleden was de rechtszaak die Boef tegen mij had aangespannen omtrent 0% alcohol aflevering 19. En vandaag was de uitspraak hierover. Boef die eiste dat de aflevering 0% alcohol aflevering 19 dat die verwijderd zou worden. En hij eiste ook 25.000 euro schadevergoeding. De rechter is hier niet in meegegaan. De rechter heeft al zijn eisen afgewezen. We hebben kunnen zien dat de rechter ook gewoon heeft geconstateerd dat 0% alcohol een fictieve serie is, een jongere serie waarin wij maatschappelijke thema's behandelen. Dat we juist de discussie erover willen voeren over bepaalde taboe onderwerpen. En alhamdulillah, de rechter is daarin meegegaan. Ik wil jullie kijkers ontzettend bedanken. Jullie hebben mij enorm gesteund in deze zaak. Dank jullie wel, barakallahu fikum. Ik wil nogmaals mijn advocaat bedanken, Ilias Lagdas. Een zeer kundig advocaat. Hij heeft zich enorm bewezen in deze zaak. Dus mensen, als je een advocaat nodig hebt, ik kan je deze man aanraden. Ik spreek uit ervaring. Hele goede advocaat. Nou mensen, tot de volgende video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.